Leuk dat jij naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en ik dacht ik wil met jullie even 3 smaken van Ben & Jerry's proberen, de nieuwe. En een smaak van Professor Grünschnabel. En even kijken wat de verschillen daarin is en de verschillende smaken en dat soort zaken. Dus hopelijk hebben jullie er wat aan als het straks lekker weer wordt. Toen ik hoorde dat de Ben & Jerry's uitkwam, toen dacht ik, hey, het zijn er 2. En toen stond ik in de winkel, toen bleken er 3 te zijn, maar de derde duurde even voordat hij er was. Deze dus. Dus ik wou ze eigenlijk alle 3 in 1 keer testen. En ja, Professor Grünschnabel staat er ook tussen, want dit is mijn favoriet. Eigenlijk moet je het zo vergelijken, want eigenlijk wil ik het niet vergelijken. Maar goed, hetzelfde als dat je Amstelbier hebt en dat je Brouwerij het Eierbier hebt. Ze zitten allebei aan de Amstel, allebei in Amsterdam. Maar in dit geval Brouwerij het Ei of in dit geval Professor Grünschnabel heeft gewoon wat andere smaken, wat apartere smaken. En ik zou het heel vervelend vinden als die eruit gaat vanwege de Ben & Jerry's die gewoon een veel groter reclamebudget hebben. Maar goed, ik was toch nieuwsgierig, dus vandaar dat ik ze toch wil testen. En ik ga beginnen met de Chunky Monkey. Chunky Monkey, Chunky Monkey, Chunky Monkey, whatever. Even kijken, dat lukt met 1 hand. Yes. Ik pak hier een pakje erbij. Dit is dus hoe die eruit ziet. En ja, heeft bij mij net eventjes in een zonnetje gestaan. Net geen heel eventjes zonnetje, dus... Dan vind ik het altijd net even makkelijker om op die manier een beetje te ontdooien. Meestal ben ik redelijk voorzichtig met proberen. Maar goed, nu had ik zoiets van... Dive in. Hier gaat ie. Lekker. Bananig. Chocolaig. Vanwege een stukje chocolade erbij in zaten. En heel zoet. Oké, dat is nummer 1. En daarna kwam deze tegelijkertijd met Chunky Monkey uit. Dus vandaar dat ik die nu ook als tweede wil testen. En ook deze is weer goed gevuld. Tot de top. Je betaalt er wat meer voor, maar dan heb je ook wel echt wat, zeg maar. Dat vind ik wel heel erg fijn. Alrighty, testen. Oké, daar gaat hij. Ziet er wel mooi uit. Hij ziet er heel mooi donker uit. Daardoor heb je het gewoon het gevoel dat er goede pure chocoladesmaak aan zit. Maar ja, hij klonk interessanter dan dat ik hem vind smaken. Zullen we het daarop houden? Dit was dus nummer 2 en ik verwachtte daar heel veel van. Persoonlijk vind ik tot nu toe, nou, het is pas de 2e smaak. Maar dit vind ik minder lekker dan de Chunky Monkey. Gaan we naar de laatste van de Ben & Jerry's. Peanut butter. En cookies. En deze ziet er gewoon ook weer goed uit. Mooi vol. Ja, ik ben heel benieuwd naar. Dit is hoe die eruit ziet. Dit is de winnaar. Ja. Ik vond de Chunky Monkey heel lekker omdat hij heel erg bananig was en heel erg romig. En deze was helemaal lekker vanwege de pindakaas. Ja. Lekker. En ook daar dus nu een hap uit. En die Professor Grünschnabel. Nou, die zit dus net zo vol. En die vind ik denk ik... Dat blijft mijn favoriet.
Appen maar. Dit blijft favoriet. Ik ben meestal niet zo van kokosig. Maar in dit geval vind ik dat lekkerder. En het is echt chocoladiger, meer van smaak dan de brownie. Fudge brownie, vind ik persoonlijk. Dus ik vind nog steeds Professional Kunstnabel blijft mijn persoonlijke, echt persoonlijk nummer 1. Ik dacht, ik ga die andere proberen, ondanks dat ik denk, ja weet je, er zit zo'n budget achter en al dat soort zaken. En ik vind het gewoon leuk om verschillende dingen te proberen, want eindelijk kan dat in Nederland. Ja, dus dat is even mijn, tot nu toe mijn oordeel. Zo ziet hij eruit. Om even de twee te vergelijken met chocola, chocolate fudge brownie. Met die van de Kunstnabel is dat er hier veel meer ingrediënten in zitten dan in deze. Dus dit is voor mij de winnaar. Die is het meest chocolaig, meest romig. Ik vind deze gewoon het lekkerst. Deze vond ik heel erg lekker vanwege de peanut butter die echt naar pindakaas smaakt. En hij is wel lekker romig. Chunky Monkey vond ik wel heel erg de banaan naar voren komen en de hoeveelheid suiker. Maar daardoor was hij wel ontzettend interessant qua smaakcombinatie. En deze had ik van verwacht dat dit mijn favoriet zou zijn. En dat is het niet. Dus dat vond ik wel heel erg grappig. En wat ik ook nog super cool vind. Is dat de Professor Kunstnabel wordt gewoon in Nederland gemaakt. Dus er zitten weinig transportkosten in verhouding aan. Weinig vlieguren om alles heen en weer te slepen. En dat vind ik ook wel fijn voor het milieu. Dus ja. Gewoon Nederlands product. Vind ik wel heel erg cool. Ik ben benieuwd wat jouw favoriet is. Ben je het eens met me? Ben je het oneens met me? Ben ik wel heel benieuwd naar. Dit is nou van mijn oordeel over deze vier smaken. Ik vind het top dat Ben & Jerry's nu in elk geval hier ook te verkrijgen is. Maar ik hoop wel dat ze Professor Kunstnabel niet helemaal ondersneeuwen. Want ik vind dat een soort, er moet keuze blijven. We hebben hier nog geen Amerikaanse tafereel dat we 6 of 7 verschillende merken hebben. Dus ik ben heel blij met dat ze allebei hier zijn. Dat het voor iedereen meer toegankelijk is. En nogmaals, vind je echt weer specialere dingen. Ja, ik word natuurlijk niet gesponsord door één van beide. Dus dat is heel makkelijk. Ik kan gewoon lekker mijn mening doen. Ik vind die van Professor Kunstnabel gewoon af en toe net even wat meer gezondere ingrediënten. En wat afwisselende, echt heel spectaculaire combinaties hebben. Die heb ik nu dan toevallig niet uit vriezer gehaald. Maar met aardbeien en peper. Dat soort gekke dingen. Ik hou daar wel van. Goed, dankjewel voor het kijken naar deze nieuwe video. Heb je vragen, opmerkingen, andere dingen? Laat het natuurlijk beneden achter. En tot de volgende keer.